Jee. Poesjes. Jee. Chip. Nee. Oh. Nee. Ah, poesjes. Auw. Goedemorgen, laatste dag en klaar om te vertrekken terug naar Nederland. Ik hoorde dat als we aankomen in Nederland er 15 uur achter elkaar regen aan het vallen. Tom is hard aan het inpakken hier. En deze, heel deze bende, praktisch het hele bed moet hierheen zien te komen. Ja, en ik ben ook aan het inpakken, maar mijn tas is bijna vol, maar goed. Maar er is hier ook behoorlijk extreem weer, want het gaat hier de warmste dag in de geschiedenis van Los Angeles worden. Tenminste, dat voorspellen ze. En dat betekent dat de temperatuur hier tot 40 graden gaat risen vandaag. Bizar. Tof dat we vandaag wegvliegen, maar dat we dit toch even meemaken. Want vanochtend op het nieuws was ook op ABC 7 LA was ook helemaal van weather warning en pas op. Dus dat ja, maken we toch maar mee. Maar goed, het zal niet de-icen worden op het vliegveld. Kijk, het probleem altijd met Los Angeles aan zich en dit soort tripjes is dat je altijd heel veel souvenirs meeneemt. En goodies. En goodies. De hele goodie giveaway, je moet ook mee. Dat zijn echt kilo's. Ik woog heen 21 kilo. Je mag 23 meenemen. Je bent echt goed afgevallen laatst. Thanks. En dus ik hoop dat die meekomt. Ik bedoel, ik heb een hele dikke tas. Ik laat ook wel wat shit hier liggen. Scheers, ik heb zo allemaal gewichtjes. Ja, maar ook echt alles zit en hier. En bij hem past het ook precies. Oh, tot de nok. En ook die tas die ik reviewen ben. Dus e-sports tas. Echt holy shit. Echt nerd, alle vakjes. Nerd. Hey tas, waar ga je naartoe met die brugpieper? Ja. Wedgie. Dat gaan we sowieso doen. En de hotelroom is netjes, vind ik. Ik vind dat het goed hebben achtergelaten. We gaan uitchecken. Uur te laat, boot. Uitgecheckt en wel. Het is hier de warmste dag, een van de warmste dagen in de geschiedenis van LA. Ik smel buiten. Tegen de 40 graden. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dus als je op Curaçao komt, dan is het ook boven de 30, maar dan heb je wind. En het is ook echt droog. Tering, hè. Jezus. Dat is wel bijzonder. Ik snap wel dat mensen sterven op zo'n dag. Ja, nee, absoluut. En wij hebben natuurlijk ook lange broeken aan, omdat we natuurlijk in het vliegtuig zitten. En vliegtuigen zijn altijd fucking koud. Ja, dus dan vries je je benen er weer af. Dat is altijd top. Dus. Maar goed, de laatste paar minuutjes die wij eigenlijk hebben in LA. Ja, want dus jij hebt shit gekocht. Dus laten we zien. Dit is Koffie Monster. Die hebben ze wel eens in Nederland bij sommige Amerikaanse snoepwinkels. Maar dat kostte dus echt gewoon 8 euro per blik. Dus ik dacht, nee, maar hier was het beter te doen. Maar het is echt belachelijk. Meisje achter de counter moest ik zo lachen. Maar ook in een skinny guy like him koopt zoveel snoep, zeg maar. Echt, hè? Laat even wat zien. Wat heb je allemaal gehaald? Sowieso een klassiekertje uit Amerika. Reese's Pieces. Het zijn van die soort chocoladekoekjes met pindakaas erin. Almond M&M's, want jij zei de M&M's zijn in Amerika veel beter. Dus ik ga maar het een en ander proberen. Zuur snoep is altijd goeie. Dus dit is van Trolley, dat klinkt sowieso wel fantastisch. Octopusjes, ik ben helemaal pro zure snoep, dus kijk je dat. Oh, deze is ook leuk. We know our shit. We know more shit. We know America. Vote Donald Trump. Dit zijn gewoon America mix Skittles. Make Skittles great again. Make Skittles great again. Maar echt van alles van dit soort dingen. Echt vet. Fantastisch, ja. Dus je moet ook nog in die veel te volle koffers erbij. Ja, en misschien is dit wel gewoon illegal contraband. Ja, en dan gaan we een Ubertje pakken naar LAX. En ik smelt. Getaway car, no roadmaps, memory gone, no throwbacks. What if we leave, never go back, don't think car, don't hold back. Look. Fun, I said fun, it's a big place. Got in the, bench seat and all that, and locals drinking and this beer. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down. Time. Blow tree to the sun go down. Beachside while we sipping on a Mai Tai. Let me get you one more round. Nou jongens, the day after. We waren gisteren een beetje vergeten in het vliegtuig om de laatste plichtplegingen te doen. Namelijk onze game van de show. Volgens mij doet Tom dat nu thuis ook. Zodat we toch nog wel een laatste vlog hebben. Dan doe ik dat nu ook van thuis. Want ja, vandaag weer heel de dag gewerkt aan... Ik kom wel net uit bad trouwens. Heel de dag gewerkt aan de laatste previews, video previews, dat soort dingen. Het is hartstikke druk nog. Maar wel allemaal afrondend. En dan kom je eigenlijk een beetje met een samenvatting van de beurs. Allereerst Game of the Show. Absoluut The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wat een ongelooflijk vette ervaring gaat die game worden. Ja man, Link gaat gewoon Bear Grylls. Hij gaat gewoon overleven. Ik bedoel, headshots gaan tellen, hij gaat koken. Het klinkt allemaal heel leem, maar volgens mij is het echt heel erg leuk. Wat wij hebben gespeeld van de game. Al die combinaties van loot die je kan verzamelen. En dat je daar weer nieuwe vette voorwerpen van kan maken. Om zo ook verder te komen
Ja, volgens mij is dat echt super vet gedaan. En die game heeft enorm veel indruk op me gemaakt. Final Fantasy XV is misschien een goede runner-up. En dat waren eigenlijk wel de games van de show. Ik heb ook bijna alles willen checken. Mijn grootste teleurstelling van de show is Batman Arkham VR. En niet de game, dat ik hem niet heb gecheckt. Tom en ik hebben die allebei niet gecheckt. We hadden ons lijstje wel rond wat we wilden checken. Daar stond die game niet bij. Dat ging ook bij Warner niet. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar ik hoor allemaal mensen over hoe vet die ervaring was. De vetste VR-ervaring voor mij was in ieder geval Eagle Flight. Want je waant je echt. Voor het eerst word je gewoon echt een vogel. Dat is gewoon best wel tof. Dus dat was eigenlijk mijn moment in games van de show. Oh, en het zuipavondje met de Nederlandse pers in de Wurstküche. Dat was ook echt awesome. Ja, dat was denk ik wel. Dat waren wel de hoogtepuntjes. Super awesome. En jullie onwijs bedankt voor deze week en zo. Want jullie hebben heel veel gekeken naar onze vlogs. En onze previews worden ook goed bekeken. Super bedankt ervoor. Het is nu weer usual business. Of business as usual. Want ik ga vanavond gewoon weer streamen. En het wordt gewoon weer normale gamers het week. Helemaal tof. Heb ik ook wel weer gewoon zin in. En de zomer komt eraan. Awesome. Yay. Poesjes. Yay. Chip. Nee. Oh. Nee. Ah, poesjes. Auw. 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 Yo, welkom terug in Nederland, waar het weer ook meteen significant kutter is dan het weer in LA. Want ik stap even naar buiten en gewoon kijk even naar deze drassige rotzooi die we Nederland noemen. Echt, holy shit, het heeft gisteren toen we aankwamen 16 uur non-stop geregend. The fuck was that about? Maar goed, zoals Peter al zei, Game of the Show, moeten we nog even doen, want ja, vergeten te vloggen in het vliegtuig, want zoveel lawaai en slaapgebrek, dus ja. Helaas jongens, sorry vergeten, bij deze dan nu vanuit huis. Voor mij is Game of the Show denk ik toch wel Mafia 3, omdat die game gewoon echt super awesome gaat worden. In sfeer en jazz en oh, relaxen, een beetje lopen door New Bordeaux, relaxen. Trouwens ook tof t-shirt dat we daarvan kregen, dat geven we sowieso nog weg in de goodie giveaway. Maar nee, ook Titanfall 2. Ik was net op mijn pc'tje daar, was ik de Titanfall 2 preview aan het tikken. En toen dacht ik, oh shit, ik heb er eigenlijk echt heel veel zin in, omdat Titanfall 1 heb ik zoveel gespeeld. Maar toen ik daar die presentatie had bij EA in dat speelsessie dingetje, toen was ik te veel bezig met winnen. Dus was ik niet zo op aan het letten van, is dit iets, is dit iets? Maar te veel bezig met gewoon, ik wil winnen. Maar goed, nu dat even zo gereflecteerd heb, dacht ik, oh shit, ik heb echt veel zin in die game. Dus was sowieso gaaf. Ook tof om alle E3 VR shit mee te maken. VR is natuurlijk wel een beetje een soort van ding. Ik had nog nooit een headset op mijn kop gehad en toen in één week in één keer 5. Ik zal niet zeggen dat alle games meteen perfect waren, maar hey, het is in ieder geval wel iets tofs dat we een keer iets nieuws aan tech hebben in de gaming-industrie. Dat is wel heel erg gaaf. Maar goed, nu wordt het dus heel erg moeilijk om terug te schakelen naar een programmering van gewoon wekelijkse content. Als in Goeie Frag, die we zijn vergeten. Gamersnet Gear, die we zijn vergeten. Gewoon weer de Hot Coffee Show vanuit Nederland. Gewoon weer de wekelijkse vlogs in plaats van praktisch dagelijks. Sorry als het af en toe wat langer duurde allemaal. Maar goed, die omschakeling van 8 games per dag checken en dan alles daarover schrijven en editen en video en doen, dat is dus even voorbij. Dus dit wordt weer even uitrusten, slapen en zo. Lekker Nederlands zijn. Lui ook vooral. Maar goed, thanks guys voor alle leuke reacties op alle vlogs. En geef een like of zo op, als je op YouTube zit. En als je op Gamersnet zit, mag je een reactie achterlaten wat je ervan vond. Feedback is welkom, want het was voor ons een drukke week zo met de vlogs erbij. Elke dag. Maar goed, ik denk wel voor herhaling vatbaar. Laat maar weten. En yay, welkom terug in Nederland. Het is ook wel weer fijn om hier te zijn. Vochtig voor.